Goedemorgen jongens en meisjes. De vlogpiet hier in het Sinterklaashotel. Maar ja, zoals jullie zien is het kamer nog helemaal niet zo gezellig. Nog geen versiering, er zijn geen ballonnen. Alles zit nog achter slot en grendel in de pakjeskamer. En ik ben de sleutel dus nog steeds kwijt. Ik weet echt niet meer wat ik nu moet doen. Oeh, er wordt aan mijn deur geklopt. Even kijken wie dat zijn. Hey, computerpiet, ja. Nienke. We wouden even kijken hoe het nou met je gaat, want ja. Nee, kom verder. Ja, nou ja, het gaat dus eigenlijk nog niet zo lekker, want ik ben dus nog steeds de sleutel kwijt. En ik ben al overal geweest en ik heb alles geprobeerd. We zijn naar het gemeentehuis natuurlijk geweest om te kijken of daar iets lag in de gevonden voorwerpenbak. Maar ja, we hebben niks kunnen vinden. Nee. Ik weet gewoon echt niet meer wat ik moet doen. Ik denk dat ik het maar moet gaan vertellen morgen aan Sinterklaas als die aankomt in Noordwijk. Ja. Moet ik maar gewoon opbiechten. Het moet gewoon eigenlijk eerlijk zijn. Ja. Denk jij niet? Ja, dat is toch altijd het beste. Ja, ik weet ook echt niet wat we nog moeten doen om die sleutel te vinden. Nee, echt wel veel geprobeerd. Ja, dus ik denk dat ik het morgen maar gewoon aan Sinterklaas ga vertellen. En ja, misschien komt er dan nog een oplossing. Ja, er zijn in ieder geval wel bedden. Hij kan slapen, maar echt gezellig is het nog niet. En de schoencadeautjes liggen natuurlijk ook daar. Nou ja, we gaan zien morgen hoe het loopt. Morgen komt Sinterklaas naar Noordwijk en we gaan het zien hoe het gaat lopen. Hebben jullie nu misschien toch nog een idee waar de sleutel kan zijn? Of hoe we de deur open kunnen maken? Laat het dan hieronder achter in een reactie. En misschien lukt het toch nog op tijd dat we de deur open kunnen maken. Nou ja, voor vandaag in ieder geval. Doei doei en tot morgen.